Vissers verkeren momenteel in moeilijke tijden. Door de hoge oliegasprijzen loont het niet om uit te varen. De Nederlandse overheid weigert een regeling voor de vissers te treffen. Europarlementariër voor de SGP Bert-Jan Ruijsen roept het kabinet op om hen te helpen. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Russische separatisten en Oekraïense soldaten voeren de afgelopen dagen hevige strijd in de Donbassregio. Rusland claimt hierbij aan de winnende hand te zijn. President Zelensky vraagt het Westen om extra wapens te leveren. Aan tafel Europarlementariër voor de SGP Bert-Jan Ruijsen. Goedenavond, meneer Ruijsen. Goedenavond. Goed idee om extra wapens te leveren aan Oekraïne? Ik denk dat we daarmee door mee moeten gaan. Ik denk dat we alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om Oekraïne te helpen. Maar sceptici zeggen, dan worden we een oorlog ingerommeld. Je moet natuurlijk bepaalde grenzen in acht nemen. Ja. Op het moment dat we onszelf in de strijd storten, dan gaan we inderdaad een derde wereldoorlog in. Maar wapenleveranties, ik vind dat we dat echt moeten doen, dat we daar ook mee door moeten gaan. Omdat datgene wat Poetin nu aan het doen is, natuurlijk, dat is onacceptabel. En ik vind echt dat we Oekraïne daar waar het kan ook echt moeten helpen. Onder andere in de vorm van het leveren van wapens. Ja, dus wapens, geen mensen zegt u, geen soldaten. Dat is, ik denk dat daar een duidelijke grens ligt. Op het moment dat je dus mensen gaat sturen, dan gaan we dus echt als NAVO actief participeren in dit conflict. En ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Ja. Is het zorgelijk dat Rusland aan de winnende hand is in het oosten van Oekraïne? Ik vind dat wel zorgelijk, ja. Je ziet natuurlijk wel dat de Russen ontzettend veel verliezen lijden. Wat dat betreft wel bijzonder om te zien hoe de Oekraïners zich weten te verweren. Maar tegelijkertijd zie je toch wel dat de Russen steeds verder oprukken. Het gaat niet hard. Maar de signalen die we krijgen zijn toch wel zorgwekkend. Ik maak me wel zorgen. Ja. En misschien dat Poetin denkt van ja, als ik eenmaal die regio veroverd heb, dan kan ik ook dat andere deel van het land weer proberen. Ja, ik weet het niet. Het is moeilijk om in dat hoofd te kijken, hè, van wat hij allemaal in gedachten heeft. Het kan natuurlijk zijn dat hij zegt van nou, het gaat maar vooral om het oostelijk deel. Maar ja, we weten niet hoe ver die wel gaan gaan. Hij is nu natuurlijk ook al bezig om te kijken of dat hij ook grip kan houden over de Zwarte Zee. Ja. Wat ook een vorm van chantage is natuurlijk. Op die manier wil hij ervoor zorgen dat allerlei export van graan bijvoorbeeld, ook naar Afrikaanse landen, dat het op die manier onmogelijk wordt gemaakt door gewoon die havens te blokkeren. Dus het is allemaal heel erg zorgelijk wat er momenteel aan de hand is. Ja, want deze oorlog in de, Europa, kun je wel zeggen, ja, is al 3 maanden gaande. Waar eindigt dit? Ja, ik ben bang dat het nog heel lang gaat duren. Ja. Ik ben bang dat het heel lang gaat duren. En ook de Oekraïners zijn natuurlijk totaal nog niet bereid. En ik zeg ook niet dat ze die bereidheid moeten hebben. Maar om de strijd te staken of om tot een vredesakkoord te komen. Maar ook vanuit de Russen is natuurlijk totaal geen bereidheid momenteel om aan de onderhandelingstafel te verschijnen. Gebeurt er diplomatiek nog iets, politiek, achter de schermen? Ja, maar daar horen wij heel weinig van, eerlijk gezegd. En ook als het gaat over de onderhandelingen tussen de Russen de Oekraïners, ja, daar is niet of nauwelijks nog sprake van. Hè? Voor zover wij dat kunnen overzien. Ja. Ja. Laten we naar een ander onderwerp gaan. Dat is de ECB. Die verhoogt voor het eerst in 11 jaar de rente. Eind juli. Ja. Wat is daar de bedoeling van? Nou kijk, waar we natuurlijk mee te maken hebben is een gierende inflatie. Ja. En die moet bestreden worden. Mm-hmm. Wat je moet vaststellen, dat is dat de ECB wel zeer traag opereert. En ook de laatste jaren natuurlijk gigantisch geld in de economie gepompt heeft. Waardoor we nu te maken hebben gekregen met die enorme inflatie. Ja, de ECB gaat nu wat doen, maar eigenlijk veel te laat. Ja, in uw ogen. Het had veel eerder moeten gebeuren. Het had veel eerder moeten gebeuren, want we zitten nu met een gigantische schuldenlast. Ja. En die inflatie is natuurlijk al gigantisch uit de hand aan het lopen. Dus de ECB had veel eerder moeten stoppen met het opkoopprogramma. En ook de EU en ook de lidstaten hadden veel eerder moeten stoppen met het aangaan van allerlei schulden. Mm. Want we zitten nu eigenlijk in een soort schuldenunie. We hebben gigantische schulden opgebouwd. Yeah. En ja, nu gaat de rente inderdaad omhoog. Dat is nodig om die inflatie te bestrijden. Maar daarmee komen we wel in een hele lastige situatie terecht. Want ja, dat betekent wel dat je dus ook te maken gaat krijgen met gigantische rentelasten. Yeah. Die je op moet brengen. Die je op moet brengen. En daar hebben we van meet af aan voor gewaarschuwd. Pas nou op met het aangaan van zoveel schulden. Want daarmee verschuif je
eigenlijk de hele last ook naar toekomstige generaties. Die moeten de zaak gaan aflossen. Ja. Maar let ook op voor enorme rentelasten. Ja, wat zegt u dan eigenlijk van het simpele huishoudboekje wat je thuis ook hebt? Je moet niet uitgeven wat je niet hebt. Ja, dat is het gewoon. Dat is het gewoon. En het lijkt er steeds meer op dat de SGP een van de weinige partijen is die nog opkomt voor gezonde overheidsfinanciën. Mm. Zelfs de VVD heeft daar geen oog meer voor. Mm. Dus ja, het is wel goed dat de ECB nu acteert, maar nogmaals veel te laat, veel te laat. En ik denk ook dat we gewoon serieus moeten gaan nadenken over ook een andere inrichting van de hele eurozone. Nu zie je dat het beleid er alleen maar op gericht is om de boel voortdurend bij elkaar te houden. Ja. He, ook de zwakke EU-landen. Ja, alle eurolanden bedoelt u? Alle eurolanden, ja. En ik denk, de vraag is echt of dat op termijn houdbaar is. Ja. En ik denk echt dat we na moeten gaan denken over een flexibele constructie, waarbij je ook de mogelijkheid creëert om landen die economisch gewoon niet meer in staat zijn om zeg maar binnen die eurozone te functioneren, om die ook de mogelijkheid te bieden om de eurozone te verlaten. Oké, om eruit te stappen. Want er is ook ooit wel gesproken over de euro, een noordelijke euro, en de euro, een zuidelijke euro. Dus een tweesysteem. Ja, en het gekke is dat volgens het huidige verdrag kan dat niet. Je kan er wel in, maar je mag er niet uit. Okay. En wij zeggen, maak nou in ieder geval draaiboeken. Zorg ervoor dat die draaiboeken klaar liggen. Zodat in geval van nood je toch de mogelijkheid creëert voor een land om er op een fatsoenlijke manier, begeleid uiteraard, uit te treden. Ja. En met andere woorden, er is gewoon behoefte aan een nooduitgang. En die nooduitgang is er nu niet. Maar bent u dan niet bang dat als één schaap over de dam is, dat meer anderen zullen zeggen, dag Europa, wij gaan weer voor onszelf beginnen? Dat kan, maar ik hecht er wel aan om te benadrukken dat je zo'n extra strategie moet je wel gepaard laten gaan van de bereidheid om dergelijke landen wel in de EU te houden. Je kunt interne markt, lid zijn van de interne markt, kun je heel goed loskoppelen van lid zijn van de eurozone. Ja. Dus dat is onze gedachte. Biedt landen de mogelijkheid om eventueel in geval van nood terug te vallen op de eigen munt, maar wel met behoud van lidmaatschapsstatus, zeg maar, van de EU. Oké, dus het gaat alleen om die munt? Het gaat ons prima om die munt. Ja, heeft u voorbeelden van landen die dat zouden moeten doen, in uw ogen, nu? Nou, momenteel zie ik daar geen directe noodzaak toe. Maar dat hangt dus inderdaad ook gewoon af van hoe die rentelasten zich de komende jaren gaan ontwikkelen. We hebben natuurlijk in de tijd natuurlijk problemen gezien met Griekenland. Ik kan me zomaar voorstellen dat een land als Griekenland, maar ook een land als Italië, in de toekomst in vergelijkbare problemen gaat komen. Ja. Dan kan dat voor hun een optie zijn. Maar ik denk ook dat we ook voor onszelf als Nederland ook die optie serieus in beeld moeten gaan brengen. Mm. Op het moment dat men doorgaat met het creëren van schulden, schuldenbergen creëren, kan er een moment aanbreken dat we ook als Nederland moeten zeggen, willen we hier in ieder geval aan meedoen? En doen we er zelf ook niet verstandig aan om de beslissing te maken, wij vallen terug op onze munt. Ik zeg niet dat we dat nu moeten doen, maar het is wel een mogelijk scenario wat in de toekomst zich zou kunnen ontvouwen en wat noodzakelijk zou kunnen zijn. Ja, maar tornt u daarmee niet aan het bestaansrecht van de euro? Want als de landen uitstappen en afbrokkelen en weer teruggaan naar hun eigen munt, ja, dan is die hele eenheid weg. In ieder geval, die eenheid is weg en het wordt dan een meer flexibelere eurozone. Hmm. Waarbij je de verantwoordelijkheid ook veel meer bij de deelnemende landen legt. Zij moeten ervoor zorgen dat hun huishoudboekje op orde is. En op het moment dat structureel niet op orde is, ja, dan moeten ze ook maar, zeg maar, die eurozone verlaten. Ja. Waardoor je er ook voor zorgt dat de eurozone die dan overblijft, dat wordt dan ook weer een sterkere eurozone. Ja. Dus wat dat betreft, ja, is dat ook wel, wat ik constateer, het is dat hier een taboe op rust. Mm. En ik zie het eigenlijk wel ook als onze taak om in ieder geval die discussie hierover aan te gaan. Ja, en niet het doodzwijgen en maar zo laten bestaan, zegt u. Precies, omdat we echt nu in het vuik aan het varen zijn met z'n allen. We hebben te maken met rentes die omhoog gaan, schulden die gigantisch zijn geworden, enorme schuldenlasten, rentelasten. Dus dat gaat er op een gegeven moment fout lopen. Dus je moet nadenken over mogelijke scenario's die hier een oplossing voor kunnen bieden. Zou die munt weer gulden moeten heten in uw ogen? Oh, dat zou prima zijn, toch? Ja, u kent het grapje van mevrouw... Of Florijn, ja. U kent het grapje van mevrouw Merkel toen ze nog aan de macht was. Die zei tegen onze premier van, we gaan in Duitsland weer de munt invoeren en we noemen hem naar jou, Mark. Ja. Dus ja, wie weet wat daarvan komt. Ja, precies. Ja. We gaan naar de vissers, want die verkeren in zware tijden. De Noordzeevissers, die hebben het
buitengewoon moeilijk. Wat is er aan de hand eigenlijk in Europa? Ze hebben het nu natuurlijk vooral heel erg moeilijk, ook vanwege de enorme brandstofprijzen. Ja. Die zijn torenhoog. Die zijn torenhoog en dusdanig dat het voor heel veel vissers gewoon niet eens meer loont om uit te varen. Mm. Omdat de brandstofkosten hoger zijn dan de opbrengsten aan de visvangsten. Maar schiet die mensen te hulp, zou je dan zeggen? Precies, en dat is ook de dringende oproep die ik eigenlijk ook zou willen doen. Ja. En de EU heeft ook al die mogelijkheid gecreëerd, onlangs. De staatssteunregels zijn versoepeld. Dus landen mogen nu ook veel meer overheidssteun geven aan vissers, en de landbouwers overigens ook. En je ziet ook dat diverse landen om ons heen, die gaan het ook doen. Alleen in Den Haag blijft het stil. Mm. Daar wordt niet nagedacht kennelijk over het oprichten of in het inrichten van de compensatieregeling, die volgens mij heel hard nodig is. Ja. Nou, laten we eens even naar een van die vissers toe gaan, want ze hebben het moeilijk en vrezen voor hun toekomst. We hebben contact met Jacob van Urk van Visnet. Dat is de Belangenvereniging voor Vissers. Goedenavond, meneer Van Urk. Goedenavond, goedemiddag. Ja, fijn dat u even aan de lijn kunt komen. U ligt op dit moment, begrepen, voor de kant in Den Oever. Waarom? Dat klopt. Nou, voor de jaarlijkse onderhoud, dat plegen de meeste Urkse visserschepen in de Hemelvaartweek. Ja, en komt u wel goed uit, want uitvaren, dat kost u geld, heb ik begrepen. Ja, de laatste maanden zijn er diverse weken geweest waar we beter hadden kunnen blijven liggen. Maar ja, het is altijd op hoop van zegen, dus dat weet je achteraf pas. Ja, ja, want u zegt... Maar het ziet er gewoon erg slecht uit, zeker voor de grotere slagkotters die... Ja, die hebben helemaal geen perspectief, zeker niet op korte termijn. Nee. Want we kennen natuurlijk het verhaal van Europa, de pulsvisserij waar u mee te maken had, wat niet mocht. Toen moest u weer terug naar de oude methode. Nu is de brandstofprijzen zijn torenhoog. Ziet u nog wel perspectief in de toekomst voor vissers? Nou, het is natuurlijk niet alleen het brandstofverhaal. Het is natuurlijk uitermate wrang, zoals je zegt, dat de pulsvisserij verboden is. Dan hadden de meesten die nu met de puls hadden kunnen vissen, hadden zelfs met gasolieprijzen van een euro de liter geen probleem gehad. In ieder geval minder probleem. Maar ook perspectief op lange termijn. Ruimtegebrek op zee. Enorme windmolenparkambities. Natuurgebieden die dichtgaan. Bodemeroerende visserij die we ze willen verbieden. Noem maar op. Ja. We vragen zeker om perspectief. Want ja, ik heb zelf ook nog jonge gasten aan boord. Die willen gewoon... het beroep van het Urker beroep uitoefenen, dat zit in hun bloed. Ja. Maar er moet wel perspectief zijn. Ja. Nou zegt meneer Ruijsen net hier in de studio dat verschillende Europese landen die helpen hun vissers. Maar Den Haag zwijgt stil. Waarom denkt u? Ja, ik denk dat het aan de samenstelling van het kabinet ligt. Mm. Wat mij betreft mag er wel wat meer SGP in. Maar kijk, het was eerst alleen Frankrijk. Nou, die staan er gewoon onbekend en zijn eigen burgers voorop stellen. Ja. België heeft inmiddels ook plannen. Duitsland heeft inmiddels toegezegd dat de vissers die steun kunnen krijgen die uit Europa komt. Maar het is het uitermate wrang dat wij nooit wat krijgen uit Brussel, zeg maar. En nu wordt er wat toegezegd en dat Den Haag keer op keer nee blijft zeggen. Ja, dus u wordt door de hond of de kat gebeten? Ja, en dit keer dus niet door Brussel, maar door Den Haag. Ja. Door onze eigen minister en het eigen kabinet. Ja. Waar zit de oplossing, denkt u, tot slot? Voor u als vissers? Ja, zeker op korte termijn die steun die Brussel toegezegd heeft en waar de landen gebruik van kunnen maken om dat te doen. Ja, en op termijn moet er ook perspectief komen voor de mensen die willen blijven vissen. Want we hebben een Noordzeeakkoord gesloten. We zitten inmiddels op tafel met Noordzeeoverleg. Maar ja, ze walsen eroverheen. Vorige week in Esbjerg, de staatshoofden komen bij elkaar, of de minister-presidenten. En ze maken plannen waar we van achterover vallen. Ja, we gaan het zien. Dank voor deze toelichting, Jacob van Urk vanuit Den Oever. Terug naar onze gast hier aan tafel, Bert-Jan Ruijsen. Ja, deze visser uit de praktijk, die zegt, er is eigenlijk geen perspectief meer. Ook niet voor jonge vissers.
Nee, dat is het zure, dat er ook nauwelijks perspectief wordt geboden. En wat je nu ziet, dat is dat de overheid en Den Haag vooral inzet op sanering van de vloot. Daar is heel veel geld voor beschikbaar gesteld, om vooral de vloot maar kleiner te maken. Tegelijkertijd zegt de minister ook van ik wil de sector toekomstperspectief bieden. Maar vervolgens zie je dat het eigenlijk helemaal niet geboden wordt. Nee. Want inderdaad, zoals de heer Van Urk aangeeft, we komen heel veel windmolenparken. De natuurgebieden worden uitgebreid. Dus steeds minder ruimte voor de visser om te vissen. Nee. Ze hebben al heel veel visrechten moeten inleveren vanwege de Brexit. Nee. Dat komt allemaal bovenop elkaar. Nee. En dan vanwege de enorme brandstofprijzen. Nou, zijn heel veel bedrijven en grote problemen. Dan zeg ik van die bedrijven die in ieder geval wel door willen gaan, help die dan door deze moeilijke periode heen. En biedt die in ieder geval wel deze compensatieregeling. En kijk bijvoorbeeld ook even wat kritischer naar die windmolenparken. Waarom moet alles gerealiseerd gaan worden? Waarom moet voor een belangrijk deel de duurzaamheid worden gerealiseerd via wind op zee? Ja. Zou je ook niet veel meer moeten inzetten op kernenergie bijvoorbeeld? Ja, dus zit die vissers niet in de weg, letterlijk. Nee, precies. Ja. Nou zegt hij ook, het is misschien wel een politiek probleem. De samenstelling van het kabinet noemde hij. De vorige minister was van de ChristenUnie. De huidige minister van Visserij is ook van de ChristenUnie. Ja. Zou zeggen, die staat dichtbij u en uw partijgenoot, uw Europese collega Van Dalen. Ja, ik moet ook zeggen, ik kan het ook moeilijk volgen. Ja. Want als je kijkt naar de uitdagingen die op de visserij afkomen, dan zou je toch ook van de ChristenUnie verwachten dat ze daar ook oog voor hebben. Ja. En dat ze ook binnen het kabinet ook strijden zeg maar, voor de vissersbelangen. Misschien dat minister Kaag, minister van Financiën, te veel meekijkt en zegt van hier mag een extra geld naartoe. Ik weet het niet. Ja. Het blijft natuurlijk speculeren wat dat betreft. Maar ik moet wel vaststellen dat het huidige kabinet niet die verantwoordelijkheid neemt die ze zou moeten nemen om de visser, om de vloot toekomstperspectief te nemen. Ja, en uw oproep is, doe wat voor die vissers. Precies, nu. Doe wat. Ja, zo snel mogelijk. Ja. Ja. We gaan naar het laatste onderwerp, want het Europees Parlement weigerde deze week een debat over de vermoorde christelijke Nigeriaanse student. Je zou zeggen, ja, Europa bemoeit zich overal mee, waarom hier niet? Ja, dat was wel heel teleurstellend dat de meerderheid van het parlement daar niet over wilde debatteren. Ja. Je kunt het trouwens ook anders benaderen, want het verschil in stemmen was maar 13. Dus de helft van de 800-900... Waar 231 waren voor een debat en 244 waren tegen het debat. Dat was heel nipt. En het agendaverzoek kwam vanuit de ID-fractie, waar Le Pen ook bij zit. Mm-hmm. Verschillende fracties hanteren een cordon sanitair rondom het ID. Rondom ID. Dus het feit dat er 231 voor waren, vond ik dan ook wel weer bemoedigend. Ja. Teleurstellend om te zien dat het niet gelukt is. Maar dat motiveert ons wel weer extra om door te blijven gaan met het thema en aandacht te blijven vragen voor christenvervolging wereldwijd. Ja. Misschien moeten we nog ietsje harder lopen, nog ietsje meer lobbyen. En dan lukt het de volgende keer misschien wel. Ja, want u loopt al een tijdje harder, wil ik bijna zeggen, voor die gezant voor de godsdienstvrijheid. Die er in Europa nog steeds niet is. Klopt. En als mevrouw von der Leyen belooft wat zij doet wat zij belooft, dan duurt die herbenoeming niet lang meer. Want eind vorig jaar heeft von der Leyen mij geschreven, geachte afgevaardigde Ruijsen, maakt u zich vooral geen zorgen. De herbenoeming van de EU-gezant heeft mijn volle aandacht. Eind vorig jaar? Dat heeft ze eind vorig jaar mij geschreven. 6 maanden verder? Ja, precies. Dus ze stelt ons geduld wel enorm op de proef. Ja. En wij zullen haar blijven herinneren aan de belofte die ze heeft gedaan. Want het is natuurlijk ontzettend belangrijk dat die EU-gezant zo snel mogelijk wordt benoemd. Maar wel teleurstellend om te moeten zien dat het allemaal zo ontzettend lang duurt. Ja, want waarom belangrijk? Het is maar een functionaris, zou je zeggen, in Europa. Ja, maar daarmee laat de EU wel zien, met de benoeming van zo'n EU-gezant, dat ze hier enorm veel belang aan hechten. Mm. En in allerlei diplomatieke contacten met andere landen kan de EU op die manier echt wel duidelijk maken dat er iets moet veranderen in godsdienstvrijheid wereldwijd. Dus het is echt wel een belangrijke functionaris. Okay. Absoluut. En u houdt de vinger aan de pols, ook in deze. Zo is dat. Dank voor dit gesprek. Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër namens de SGP. Want dit was uitgelicht voor vandaag, maandag, bij Leven en Welzijn. Dan zijn we er weer. Een fijne avond, een mooie zaterdag, gezegende zondag en graag tot maandag. Dag.